Android populairder dan de iPhone en de pauze zet de kerstverlichting aan. Ik ben Jolinde en leuk dat je kijkt naar het GPN Weekjournaal. Het einde van het jaar nadert, wat misschien wel een leuk moment is om weer met de toppers van de afgelopen tijd te spelen. Want de releases van deze week zijn op één hand te tellen. Sherlock Holmes, The Secret of the Silver Earring. Wil jij de bekende speurners helpen met het oplossen van een moord? Dan kun je vanaf nu aan de slag met de PC of Wii-versie van de game. Zal je misschien wel bekend voorkomen, want de game was al een tijdje beschikbaar voor de Wii en Xbox 360. Maar vanaf deze week kun je ook je moves laten zien met de PlayStation 3 versie van Just Dance 3. Van de grote namen zou je bijna vergeten dat er ook waarde schuilt in de kleinere releases. Vanaf deze week is namelijk Trine 2 te koop voor de PC. De voorganger van deze puzzelplatformer deed het overigens goed en staat tot aan vandaag op een totaal van 1,1 miljoen verkochte exemplaren. Toppers zijn mede mogelijk gemaakt door mygameshop.nl en mygameshop.be. Naast de release toppers kun je ook bij mygameshop uiteraard terecht voor alle overige topgames. Neem dus snel een kijkje op de site. Activision brengt al enkele jaren Spider-Man games uit, de een wat beter dan de ander. Een aantal maanden geleden werd er al bekendgemaakt dat er een nieuwe film zou komen genaamd The Amazing Spider-Man. En nu heeft Activision aangekondigd daar een game van te maken. Deze game zal gelijktijdig uitkomen met de film van The Amazing Spider-Man. Deze zal in Nederland op 4 juli 2012 in de bioscopen verschijnen. You're gonna stay with your aunt and uncle for a little while. You'll be safe here. Where are you going? Something your mom and I have to do. I want to go with you. Yeah, we have to go. So, tell us a little bit about yourself, Mr. Parker. Not much to tell, really. Peter lives with his aunt and uncle. I forgot all about that thing. It was your dad's. What are you doing here? I have nothing. Do not get me in trouble. Don't touch anything. Android, het platform van Google, heeft een mijlpaal bereikt van 10 miljard gedownloade apps. Ofwel applicaties voor de smartphone of tabletcomputer. Dat het platform zeer populair is, bewees ook wel de paus eerder deze week. Paus Benedictus de 14e stak namelijk deze week de lichtjes van de grootste kerstboom ter wereld aan via een Android tablet. Het aansteken gebeurde zo'n 200 kilometer verderop vanuit het appartement van de paus, die dit via een Android-tablet van Sony deed. Tot zover het Gameplay Nation journaal van deze week. Zoals altijd verwijs ik je graag naar de website voor het laatste nieuws en de nieuwste artikelen. Tot volgende week. Ja.